Here we go! Geweldig jullie weer te zien, team. Søren hier met vandaag weer een nieuwe Mario Kart 8 Deluxe video voor jullie. Voor vandaag ben ik weer super enthousiast omdat de eerste aflevering van de multiplayer erg gaaf was om te maken en jullie ook de video echt geweldig vonden. Dus hartstikke bedankt daarvoor. Vandaag spelen we onze tweede aflevering van de multiplayer en gaan we inderdaad lekker online spelen. Ik ben ondertussen wat punten verloren. Dat komt niet omdat ik slecht heb gespeeld, maar omdat ik een beetje last had van internetconnecties. En ja, daarom ging het niet zo goed als ik had verwacht en ja, werd ondertussen gewoon uit potje gegooid. Nou, vorige aflevering vroeg ik ook van welke karten jullie voor deze aflevering wilden zien. Was heel lastig. Vorige keer had ik al twee keer een gelijk spel gehad tussen Bowser, Dry Bowser, Tin Boo en volgens mij Luigi. En dit keer was het weer een gelijk spel eigenlijk tussen Tin Boo. Dus ik dacht, nou, Tin Boo, jij wil gewoon, dat lukt je steeds meer net niet, maar we gaan gewoon een keer met jou spelen. Ik ga even met hem met een motortje denk ik, dan gaan we deze inderdaad maken. En dit past toch perfect. Dit past toch perfect. Gewoon twee wolken en een geest. Ik zeg gewoon doen. En dan zijn we dan bij de eerste race online en ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Er zijn niet zoveel mensen helaas. Er zijn maar 6 mensen met mij erbij. Dus ik ben erg benieuwd of het lastig gaat worden. Oh, dat was gelukkig. Ik dacht heel veel dat ik te vroeg de start in had gedrukt. Maar tot nu toe hebben we in ieder geval een goede start gehad, dus dat is mooi. Even kijken, dit wordt lastig. Oh, dat wordt al lastig. Dit wordt lastig. Even oppassen, want de bochten gaan niet zo goed met dit kaascircuit. Het is een erg lastig circuit. Waarbij je echt op moet passen op die kaas. Ja, gaten. Kaasgaten. Ja. Kaasgaten. Dus even kijken. Oeh, dat wordt een lastige bocht. Oké, dat gaat goed. Hopelijk kunnen we inderdaad ook. Kijk, perfect. Een muntje pakken. Dat was het vergeten om te. Kijk, perfect. Onder het ding heen. Of onder het ding door eigenlijk. Het was te vergeten een trucje te doen. Maar ja, eens even kijken. Oh, dat was lastig. Oh, dat dacht ik al. Was lastig om niet te ontwijken. Eens even kijken hoor. We gaan goed tot nu toe. Geen mensen in de buurt. En we hebben inderdaad zo'n dingetje in onze hand. Dus dat is helemaal top. Eigenlijk als het één ding is wat je in je hand wil hebben tijdens Mario Kart, is het dit ding. Dus ja, ik mag niet klagen. Even kijken. Kijk eens aan. Helemaal top. Ik ben een beetje. Ik heb laatst een beetje moeite met vragen bedenken. Want ja, ik heb meestal wel gevraagd. Weet je, wat is je favoriete karakter? Speel je het liefst met een kart? Speel je het liefst met een. Wat is het? Een motor zoals ik nu doe. Maar ik denk dat ik wel een goede heb gevonden. En dat gaat over het spelsysteem met de munten. Ik vind het namelijk niet echt heel veel waarde toevoegen. Ik las het laatst ook in een artikel ergens. Van ja, wat is nou eigenlijk de toegevoegde waarde van die munten? Het geeft niet echt heel veel extra, zeg maar. Kijk, dat was mooi. Dat gaat helemaal top. Perfect. Nog één lap. En we staan goed voor. Ik had niet verwacht dat we die Link zo ver achter ons zouden houden. Want in het begin ging die aardig lekker. Dus daar ben ik wel blij mee. Even kijken, ondertussen lekker muntjes pakken. Maar ja, het is natuurlijk zo dat je, als je, ja, weet ik het, om de 50 munten is het inderdaad, dat je dan iets nieuws feit moet spelen. En ik vind het nou niet zo, pas op voor dat ding, want die is erg gevaarlijk. Ik vind het niet zo uitdagend. En dan kijk je even naar Call of Duty en naar FIFA. Daar kan je bijvoorbeeld, ja, packs vrij spelen, of supply drops. Wat het net wat, net niet. Al die stomme Link, dat is een vervelend mannetje. Hij heeft nu ook allemaal van die dingen in zijn hand. Moeten we niet hebben hoor. Bam! Perfect. Precies voor de finish. Bam! Wat een geweldige finish. Tin Boo gooit er nog even alles uit. Allemaal trucjes. Even helemaal spinnen. Dat was gaaf. Het was geen comeback zoals de vorige keer. Maar dit was gaaf. Dit was echt geweldig. Dat vind ik nou leuk. Maar goed, ik kan nu niet echt mijn vragen af kunnen maken. Komt zo meteen wel. We gaan gewoon lekker naar de tweede race. Nou, er zijn ondertussen veel meer mensen bijgekomen, dus dat komt hopelijk de gameplay ten goede. Maar ja, de vraag waar ik dus over was aan het praten was, is wat jij van het spelsysteem vindt van de munten. Zelf vind ik het wel een leuk iets, maar ik vind het niet echt uitdagend. En met uitdagend bedoel ik, het is natuurlijk best wel makkelijk om een paar munten te verzamelen, zeg maar. Ik ga gewoon even die Link volgen, denk ik. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga met hierheen. Ik heb geen flauw idee. Ik weet wel wat de kortste route is, maar nu even niet. Ik ben het vergeten. Dat is een tijdje geleden dat ik het heb gespeeld. Maar ja, we gaan het even zien. Volgens mij is het. Ik weet het. Oh, voor mij is het wel deze, dacht ik. Ja, voor mij is het wel deze. Maar ik vind het. Ja, het muntensysteem is natuurlijk leuk, maar het is niet echt uitdagend. Als je bijvoorbeeld naar Call of Duty kijkt, moet je echt wel meerdere dingen doen. Om iets te verkrijgen, zeg maar. Een nieuw wapen. Of gewoon iets nieuws. En ja, in Mario Kart is eigenlijk best wel simpel. Plus het is natuurlijk wel leuk dat je. Ja, hoe heet het? Meer. Dat was precies net degene die het niet wilde verliezen. Want die kon hem goed gebruiken. Kom jongens, kom maar door. Ik ga hem gewoon even gooien. Kijk eens aan, helemaal top. Toch gaat lekker, staan we alweer derde.
En dan gaat die eerste gaat er ook aan, zo te zien. Want daar gaat een blauw schild naartoe. Dus hopelijk kan het opbrengen. Ik vond dit wel een snelle route, dus hopelijk is het inderdaad ook handig dat we deze weer nemen. Even kijken. Ik weet niet waar de blauwe schild helemaal heen gaat, of waar die vandaan komt, maar... Oh, dat dit hier moet, hadden moeten slippen. Kijk, helemaal top. We staan nu vierde weer. Oh, nou, dat meen je niet. Dat meen je niet. Kom op nou, jongens. Nou, pakt hij ook nog dat ding voor mijn neus. Pakt hij ook nog dat ding voor mijn neus. Wat een schurk, zeg. Wat een schurk. Maar ja. Dat spelsysteem, ik vind het niet echt uitdagend. Ik had liever gezien dat je bijvoorbeeld, ja, meer challenges moet doen. Zoals bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dan in vooral een Grand Prix of gewoon een single player. Dat je dan bijvoorbeeld de opdracht krijgt om van vierde plaats terug te rijden naar eerste plaats bijvoorbeeld. Of misschien wel, gebruik zoveel mushrooms in een match. Of win... Nou, kom op nou jongens, dit goed. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Dat is echt zo vervelend. Kom op nou jongens, dit moeten we echt niet gaan verliezen. Of echt wel een goede score neerzetten, want dat zou ik anders echt niet leuk vinden. Ik ga weer deze nemen, want voor mij is dat echt wel een goede route. Die gaan we gebruiken. Moeten we niet weer ons eigen schild gaan staan, want dat is niet best. Kijk, dit gaat lekker, dit gaat lekker, dit gaat lekker, dit gaat lekker, dit gaat lekker. We staan zesde, dat is nog steeds niet heel erg hoog. Wel een dubbele munt kunnen pakken, dus dat is top. En inderdaad een... Die gaat naar de eerste. Helemaal top. Twee mensen inhalen gaat niet echt lukken. Ik ga eerst even een power-up zetten. Nog een power-up. En dan hoop ik dat als we nu een power-up krijgen, dan ga ik hem... Oeh, dat is een ster. Ik ga die gewoon gebruiken. Hopelijk gaan we niet... Oké, we zwakken inderdaad niet af als we... Zesde. Dat was echt een slechte race. Het is echt lastig om een commentaar te doen over dan een wat lastiger onderwerp. En dan ook nog goed te racen. Maar goed, we hebben 5 punten erbij. Daar gaat het allemaal om. Ik wil echt geen punten verliezen. Het kan erger. Hopelijk kunnen we de volgende race wat beter rijden. Race nummer 3 van de 4. Ik wilde namelijk 4 per aflevering aan doen. Ik had de vorige keer ook een comment gekregen om de 5 te gaan doen. Maar ik wil nog even op 4 houden. Maar goed. Ik had het dus over het spelsysteem van de munten. Ik vind namelijk dat het wat uitdagender mag. Want ja, zoals je misschien wel weet is vanaf 150cc eigenlijk... Wordt Mario Kart een beetje leuk. Als je er wel bekend mee bent. En ja, eigenlijk daartussen is het eigenlijk, ja, moet je het echt meer van andere dingetjes hebben. En ik vind daarom dat het muntsysteem wat uitdagender mag zijn. En ja, wat meer challenges mag doen, zeg maar. Want nu is het gewoon, ja, pak zoveel muntjes en dan speel je dat vrij. Maar het is niet echt dat je echt moet grinden en echt moeite moet doen om iets nieuws uit te spelen. Daarom zie je het liever iets anders. Hè, wat ik net al zei, dat je vanaf plek 4 of zo terug moet komen naar plek 1. Dat soort dingen. Dus ik ben erg benieuwd wat jij ervan vindt. Denk jij er ook zo over? Vind je het inderdaad ook niet zo uitdagend? Het muntsysteem? Of ja, wat vind je ervan? Lijkt me hartstikke gaaf te horen. Dit is in ieder geval mijn mening. En ja, ik vond het wel een goede vraag eigenlijk. Vallen we er precies vanaf? Het is ongelooflijk. Niet op dit... En dan zet hij ons ook allemaal terug. Waarom? Waarom jongens? Dit was onnodig. Dit was echt heel onnodig. Oké, dat is een beetje een slechte sprong. Dan gaan we even... Oké, 3 schilden. Dat is niet echt heel erg bijzonder. Maakt niet uit dat dat ding daar vanaf vloog. Perfect. En dan gaan we gewoon allemaal gooien. Dit is namelijk een lastig circuit. Dus we kunnen... Oké, dat kunnen we goed gebruiken. En ook nog 3 dingen. Oké, dan gaan we die even inzetten, zo. Perfect. En dan gaan we die ook even inzetten. Ik wil echt gewoon... Minimaal... Oké, derde, dat is prima. Ik wil echt minimaal top 3, want anders dan... Voor minder doen we het niet. En we staan inderdaad derde en met mensen voor ons. Oké, pas op. Oh, dat is alweer waar. Ik had eentje moeten bewaren. We staan nog steeds derde gelukkig, dus dat scheelt alweer. Ik wil echt liever geen vierde worden of zo. Maar tot nu toe ziet het goed uit, maar ik wil nog eerste worden. Ligt wel aan wat we hier krijgen. Moet niet in dat ding gaan. Ik kon er net niet recht voor me krijgen. Dat is een beetje behalen. Dat was lastig. Maar ja, derde was nog een hartstikke goed, begrijp ik niet verkeerd. We gaan zo meteen naar de vierde race. Waar ik hopelijk eindelijk een beetje een conclusie kan maken aan mijn vraag. Maar hopelijk heb je al een klein beetje een idee wat het gaat worden. Hoeveel punten waren dat? Volgens mij is... geen flauw idee, ik heb het zelf ook niet gezien. Ik zal proberen om een beetje mijn facecam op andere plekken te zetten, maar ik moet er even mee spelen. Dus daar wordt aan gewerkt. Ik zie jullie bij de vierde en laatste race. En dan zijn we dan bij de vierde en laatste race en dan eindelijk een beetje een conclusie maken aan mijn vraag. Wat ik eigenlijk liever wil zien, is dat Mario Kart wat uitdagender wordt. Het is natuurlijk een wat kinderlijk spel. Of tenminste, wat kinderlijk spel. Het is wat meer gericht op wat jongere mensen, denk ik. Dus daarom is misschien het hele spel zo. Maar in ieder geval, ik vind het leuk als ze bijvoorbeeld ook nog wat meer challenges in doen. Zoals bijvoorbeeld inderdaad van vierde naar eerste plek toe racen. Of 5 keer eerste worden in 150cc. Dat soort dingetjes allemaal. Want die munten zijn leuk natuurlijk. Maar ik denk dat het wat uitdagender kan en wat meer
Wat meer competitief, zeg maar. Dus ja, ik ben erg benieuwd wat jij ervan vindt. Ik zat er ook aan te denken, ja, het is natuurlijk zo dat vanaf 150 cc worden pas eigenlijk echt uitdagend. En eigenlijk die 50 cc en die 100 cc, ja, die speel je maar gewoon om alles te completen, zeg maar. Om het spel volledig te maken. Want ja, verder heeft het niet echt heel veel nut om dat te spelen eigenlijk. Ja, misschien als je nieuw bent natuurlijk, maar hè, even uitgezonderd van dat. Als we die van gooien, hopelijk dat de Kaizen helemaal top. Dat was een mooie. Hopelijk kunnen we trouwens ook deze race afsluiten met een overwinning. En met een overwinning bedoel ik echt gewoon eerste. Dus ik ben benieuwd. Dus dan gaan we een beetje 50-50 deze race. Want dan zijn we twee keer, of de helft van de races zijn we eerste geworden en de andere helft niet. ik weet niet meer wat we de vorige keer, wat de andere uitslagen waren. Die gaan we even gebruiken. Tik, huppakee. En dan perfect. En dan hopen we dat we die aal even goed kunnen gebruiken. Perfect. Gaat lekker. En dan hebben we een dinnetje. En dan wil ik die even gaan gebruiken. Inderdaad. Nou, kom op daar jongens. Hij was nergens te bekennen. Ik zat aan de zijkant. Nou ja. Kom op nou. Moet het nou nu? We beginnen zo lekker. En dan krijg je ook nog drie groene schilden. Daar heb ik helemaal niks aan. Maar ja, we gaan ze maar gewoon gooien. Kijk. Ja, natuurlijk komt er precies weer zo'n... Ongelooflijk. Komt er precies weer zo'n rood schild op me af. Oh. En dan... Nee, jongens. Het... Oh, zo onnodig dit. Zo onnodig. Ik dacht dat de spalt wel zo'n dingetje, maar nee hoor. Wat is dat nou weer? Oh, dat was een dolfijn. Ik dacht, wat is dat nou op je... Wat is dat nou voor power-up? Even oppassen. Ik denk dat ik ook een paar muntjes mee moet pakken, want... ondanks dat ik heb gezegd dat je die muntjes... Nou, kom op dan jongens. Het is echt niet te geloven. Duurt het ook nog een uur voordat je... Nou jongens, alsjeblieft dan jongens. Alsjeblieft, ik kan echt wel iets van een power-up gebruiken nu, want dit is echt... Dit is echt drie keer niks. 12e staan we. Krijgen we een... Oké, dit moeten we... We hebben drie van die dingen. We hebben een ster. Dus er moet echt een... De inhoud race worden van de eeuw. De inhoud is van de eeuw. Zesde met twee mensen voor mijn neus. Daar gaat eentje. En dat wordt nummer drie. Hopelijk kunnen we inderdaad ook nog inhalen. Oh, dat gaat in. Oh, dat is vierde. Oké, vierde. Vijfde. Net vijfde. Net voor de finish vijfde. Oké. Kan erger, maar... Oh, wat was weer zo... wel boven de 10 punten. Vind ik wel gaaf. Maar ja, dat had echt stukken beter gekund. In ieder geval, ja, gave races. Dat is één ding wat zeker is. Vier keer gewoon, ja, punten erbij gehaald. Dus dat is sowieso ons doel. En ik weet niet waarom ik dit nou doe, want... Ik bel niemand. Maar ja. Ik wil daarmee inderdaad de video afsluiten. Ik hoop natuurlijk weer van dat je van de video hebt kunnen genieten. En ja, vergeet natuurlijk ook niet jouw karakter voor de volgende keer door te geven. Door op de linkje in de beschrijving te klikken. En daar dan gewoon in te klikken. En dan kan je gewoon je karakter doorgeven. En kunnen we, ja, misschien dat ik jouw karakter voor de volgende keer wel gebruik. Vergeet natuurlijk ook niet antwoord te geven op de vraag van vandaag. Hij maar hartstikke gaaf om te horen. Omdat het wel wat, ja, denk wel een wat apartere vraag is. Ik vind het wel leuk. Dus hopelijk jij ook. Nogmaals, hartstikke bedankt voor het kijken. En hartstikke bedankt voor je support. Wordt natuurlijk enorm gewaardeerd. En dan zie je heel graag bij mijn volgende video.